Generate, student-generated media. Ik kijk heel goed terug op deze stageperiode. Je leert hier bij dit bedrijf veel meer dan bijvoorbeeld een bedrijf waar studenten eigenlijk niet de verantwoordelijkheid hebben. Hier kan je alles en mag je alles doen. En dat is zeker een hele grote inspiratie. Ook ineens AV-jongens die die mag begeleiden eigenlijk. Ik heb geen idee wat ze allemaal voor vakjargon allemaal doorheen smeten. Maar ik heb er heel veel van geleerd. Dat is een goede verdeling tussen gewoon gezelligheid en gewoon kaart gas geven en aan het werk. Een van de moeilijkste dingen bij Generate was allereerst het opstarten bij Generate. Omdat je bent natuurlijk allemaal nieuw. Het is allemaal nog een beetje aftasten en je moet allemaal een beetje uit je schelp kruipen. Ik vond wel een aantal dingen moeilijk. Het was vooral de feedback wat je terugkrijgt van klanten, wat je moet verwerken in je video's en in je producten. Ik ben erachter gekomen dat opdrachtgevers ook mensen zijn. Dus dat je met ze kan communiceren als mensen en dat ze ook soms fouten maken als mensen, net als ikzelf natuurlijk. Ik vond het moeilijk om af en toe de leiding te nemen. Dat is niet iets wat echt in mij zit. Ik wil altijd dat iedereen zijn eigen mening er ook bij gooit. Dat ze met z'n allen tot een besluit komen. Maar soms is er iemand nodig die de knoop door had. Deze periode bij Generate was voor mij heel leerzaam. Leerzaam op het gebied van leiderschap. Van een stukje klantcontact met ondernemers. Kijken hoe dat in de werkelijkheid eraan toe gaat. En ook gewoon op het gebied van communicatie. Ik ben bij Generate echt veel zelfverzekerder geworden. Vooral naar de opdrachtgevers toe. Ik heb vooral geleerd om verantwoordelijkheid te nemen. En klantcontact. En dat is iets wat me bij is gebleven. En dat is ook iets wat ik leuk ben gaan vinden om met klanten te werken. Wat ik vooral precies heb geleerd is om je filmpje een andere dimensie te geven, bijvoorbeeld After Effects. Ik heb heel veel geleerd wat betreft het technische vlak achter een website of social media. Ik ben erachter gekomen, je moet het gewoon doen. Je mag best wel een beetje brutaal zijn soms. Ik denk dat als je hier komt stage lopen, dat je meteen je handdruk mag drukken op jouw plek binnen het bedrijf. Een tip voor de nieuwe stagiaires van Generate is wees duidelijk in wat je wil. Kom zelf ook met dingen, toon initiatief en heb vooral heel veel lol ook samen. Aan de nieuwe stagiaires raad ik vooral aan om gewoon je schouders eronder te zetten en aan de slag te gaan. Heel veel kan en heel veel mag, maar je moet het ook laten weten dat je het wilt en pak die kans, zou ik zeggen. Blijf bij jezelf en geniet vooral van wat je doet en wat je maakt. En dat is het belangrijkste. Ik heb eigenlijk nog veel meer geleerd dan dat ik had verwacht. Het is hartstikke gaaf om met studenten samen van andere opleidingen iets te creëren. Wat mij betreft veel te kort, want dat was echt superleuk.